In Frankfurt zijn explosieven deskundigen rond 14:30 begonnen met het onschadelijk maken van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat was 2,5 uur later dan de bedoeling was. De reden voor het uitstel is de vertraging bij de gedwongen evacuatie van 60.000 inwoners van de stad. In een straal van 1,5 kilometer rond de bom moest iedereen weg. De evacuees hadden tot 8 uur de tijd om te vertrekken, maar dat lukte niet bij iedereen. De brandweer kreeg in de loop van de ochtend nog steeds telefoontjes van mensen die niet zonder hulp weg konden. Ook waren er mensen die principieel weigerden hun huis te verlaten. Er werden nog transporten doorgevuurd. Weer bekomen immer nog neanruve von hilfsbedürftigen mensen, die nog in sperbereich sind. Feuerwehr Frankfurt Apenstaartje Feuerwehr. September 3, 2017. Het ontruimde gebied ligt aan de noordkant van het centrum van Frankfurt. In het gebied liggen ook het hoofdbureau van de politie, een complex van de publieke omroep, een universiteit en de Duitse Centrale Bank. Gisteren was al begonnen met de ontruiming van 2 ziekenhuizen. Veel patiënten zijn naar huis gestuurd. Anderen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in een veilige zone, onder wie 20 baby-apostrofes. De explosieve experts denken 4 uur nodig te hebben om de bom onschadelijk te maken. De politie surveilleert sinds gisteravond extra vaak in wijken waar mensen weg moeten. Dat moet inbrekers en plunderaars afschrikken. Alle bewoners hebben het advies gekregen om hun huis af te sluiten en geen ramen open te laten. 1400 kilo de ontruimingen zijn nodig vanwege de vondst van een Britse bom met daarin 1400 kilo TNT. Het explosief werd dinsdag ontdekt bij werkzaamheden. In Duitsland worden vrijwel dagelijks explosieven uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt, maar die vondsten leiden zelden tot zulke grote evacuaties als vandaag.